Zeg Robin, nu heb ik in de les geschiedenis iets gezien over de Belgische revolutie. Maar ik snap er eigenlijk niet veel van. Weet jij er misschien niet meer over? Nee, dat is toch erg. Hè? Wij Belgen, wij weten daar eigenlijk niet veel meer van. Ik weet dat ook niet meer. Weet er eigenlijk iemand hier iets over de Belgische revolutie? Nog iemand? Ja, ik weet zo het verhaal in grote lijnen waar. Zo het begon allemaal in 1815 bij het congres van Wenen. Weet iemand waar we deze eventueel kunnen situeren? Misschien hier, Nederland en Vlaanderen samenvoegen en dan de Verenigde Provincie daarvan maken? Straks dan. Kunnen we Pio Monsardini daar ook bij voegen? Kunnen we ook doen. En Bremen kunnen we ook wel als bufferstaat nemen. Nee, dat ga niet, want dat is van. Ja, maar je moet er wel iets voor horen. Ah, nee, sorry, maar daar gaat er wel over. Ja. Ik vind het wel. Ja, ik vind het wel goed. Is goed. George, kun jij starten? Ja. Oké, is goed. Kamp is Frans, munt is Verenigd. Het is munt. Ah, toen nee. Voilà. Ja, dan is het zo. Zullen we dat ook wel doen? Dan denk ik u voor deze bijeenkomst en dan zien we elkaar de volgende keer weer. Ik sta voor een dilemma. Moeten we voor een vrije invoeren, land kiezen? Dat is goed voor het noorden, dan kunnen we daar veel handel laten plaatsvinden. Of een beperkt invoer, dat is dan weer beter voor het zuiden. En kan daar meer industrie plaatsvinden en ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou, ik, koning Willem van de Verenigd Koninkrijk de Nederlanden, vind het zeer belangrijk dat het noorden blijft steunen. Omdat het noorden, oorspronkelijk ook vandaan, het denk ik zeer goed doet met zijn handel. En ik vind het gewoon belangrijker om handel te steunen dan een beetje industrie. Ja, maar de industrie is toch ook belangrijk, hè? Zo, ja, zo'n beperkt invoer, ik zou, ja, ik weet niet. Nou, meneer de adviseur, luister eens even. We gaan kiezen voor een vrije invoer, want ik hou van zeilboten en ik hou niet van hoogovens met staal. Oh, ja, oké dan. Ik, koning Willem van de Verenigde Koninkrijk de Nederlanden, vind dat we voor een vrije invoer van producten moeten gaan. Ik heb gesproken. Oh mijn god, wat een prachtige natuur in dit land. Ik ben er getrots op. Oh nee. Oh, goedemiddag beste mensen. Ik weet niet wat jullie hier doen, maar jullie zijn niet echt blij. Wat willen jullie eigenlijk van me? Wij eisen onafhankelijkheid. Nou, die kan ik jullie helaas niet geven hoor. We hebben te horen gekregen dat jij een nieuw economisch beleid wilt invoeren dat nadelig is voor ons. Maar wij zullen dat nooit toestaan. Nou, ik vind het zeer spijtig voor jullie. Maar ik ben de koning en ik heb gelijk en jullie moeten gewoon zwijgen. Zeg, je mag Jos gewoon onafhankelijkheid ook sluipakken. Nou, dat vind ik een heel goed. Nou, daar zijn we ook alweer vanaf. Heb je mooi gedaan? Meneer, blijf staan. Wat denk jij wel dat we meneer gaan doen, ja? Maar ze hebben mij gezegd dat ik hier de nieuwe koning moet worden. Dus... En mijn zoon valt naar hier komen en koning Jos. Worden. Ja, ze hebben dat gezegd. Geloof je dat niet? Nee. Koning. Maar... Krijg ik de pauze, hè? Maar niemand als moeder geloof je niet. Ik kan nog een Mickey Mouse worden, joh. Ja, mm-hmm. Dat is nou... Wat is het eigenlijk? Mickey Mouse, ik weet dat niet, kunnen ze van gehoord. Ja, maar... Dat wij geloven niet meer, meneer.
Ze hebben mij hier gezegd dat ik hier naar hier moest komen en dat ik hier het land moest besturen en zo. Hè. En wie had dat gezegd? Ja, die mannen van het parlement. Ja. Ja. Frank? Wat is chef? Ja, die moeten voor eren, denk ik. Ja, ik denk dat ook, ja. Dat was voor eren, hè. Dan zie je dat er niks verboden bij heeft. Hey, rond dik gat dan. Hé. Hey. Niks bij. Wat is dat hier? Hè? Dat mag toch. De Leopold Joint, nu voor maar 1,95 in de duurwijze in de supermarkt. De lieferant wordt voor eventueel in beslagname door grenswachters. In België zeker. Zomaar hier dingetjes binnen smokkelen, zo gaan we niet doen, hè? Ja, in België zijn van die joints verboden. Je mag dat hier niet bij hebben. Ah, maar dat wist ik niet, hè? Jawel. Wat kom je dan doen, hè? Ja, ik ga een keer hier laten sturen. Je bent koning wilt worden, maar je weet niet wat dan mag en wat niet mag. Ja, ze hebben mij dat niet gezegd, hè? Oké. Okay. Nou, probeert het eens, Frank. Ik zal zien dat het goed is, en als het goed is, dan moet ik gewoon vast. Goed? Ah, maar het is goed. En? Hoe slecht, hè? Probeer wel, Frank. Oh, moet je dat zien. Oh, ja, ik vind dat die hebben ze wel Leopold heel goed dingen bij. Oh, van waar kom ik in Duitsland? Duitsland? Van daar? We moeten ons vaker op vakantie gaan naar Duitsland. Ja, vind ik ook. Even terug. Nee. Allee. Fijne dag, allemaal. Nee. Ja, goed gedaan, hè. Dat is niet slecht. Oh. Oh. Hey, doe, verkauft u al wiet? Ja. De twee merken voor einde remmen. Mooi. Niet slecht, hè? Ja, niet slecht. Dan gaan we naar Duitsland, hè? Hup. Naar Duitsland! Hup, naar Duitsland! Oh ja. Ik liebe Wietpflanzen. Godverdomme, mij kan je terug buiten zijn. Al die doorkloppen. Terugkloppen. Meneer, de arbeiders zijn in opstand gekomen. Vandaag komt mijn rapport binnen! Dit is allemaal de lucht, toch naar beneden! Nee, Mandy en hij? Ja. En is het serieus? Ja, ze wonen niet meer werken. Hey, richt een burgerwacht op en geeft die militaire macht zodat we de arbeiders kunnen onderdrukken zodat ze terug gaan werken en wij terug productief zijn. Op ons kunnen we ook! Ik ga het beter opschrijven. Hey, nee, sorry, jongens, stop. Dat doet je niet. Die hekken, nee. Dirk, zie je. Rustig. Dirk, sorry, man. Safety rails, nee. Je moet dat rustig aanpakken. Die mensen zijn gefrustreerd. Maar ja, je moet die begrijpen. Wat willen we? Maar, ja, Dirk's plan was toch niet zo goed afgelopen. Want, ja, Dirk, hè. Ah!
Headshot. Collega's adviseurs. Nou, ik snap dus helemaal niet waarom die hier eigenlijk bij hem zijn gekomen. Do you just please want to sit down first? Nou, oké, okay, ik zal wel even zitten als je dat fijn vindt. Dank je wel. Maar toch, ik snap gewoon geen zak waarom we hier allemaal zijn samengekomen voor deze onbenullige zaak. We hebben gehoord dat die Zuidelijke Nederlanden een afstand hebben gemaakt. Ja, yeah, they want just independence. It's a lot better for your future if they get it. En jouw land is al veel te, zeker groot genoeg en waarom geven die Vlamingen geen onafhankelijkheid? Misschien zijn ze beter af op zichzelf. Nou, luister eens even. Nou, wij zijn Nederlanders. We zijn gewoon koppige klootzakken. We hebben niet veel aan het zeiden. Het boeit me helemaal niet. Nou, we geven ze geen onafhankelijkheid. Waarom niet? Omdat ik het zeg. 6.5 hours later. Kijk, er is een punt. We kunnen belastingen vragen. Belasting zijn geld in de grond. Geld liggen naar het zuiden. We hakken ze gewoon. Denk op. Nou, ik heb het gevoel dat als ik het nu niet ga toegeven, dat we gewoon een grote oorlog beginnen. Om nog in dit kleine zaakje. Yes, we will, actually. Weet ik ook wel, ik zal ze gewoon een afhankelijkheid geven. Maar dan wil ik je wel gratis op de koffie bij jou. Het is tijd zeer goed gedacht. Und ich komme naar het oktoberfeest, hè? Zeer goed. Hé, hey, kut, ik kan het vertrekken! Terugtrekken! Ja! Vallen, jongen, vallen, kut! Kut! Pol het maar af, jong! Homo! Welke homo's! Beste landgenoten, beste Belgen. Afgelopen dagen hebben we veel verliezen geleden. Goede mannen en vrouwen zijn gesneuveld voor hun ideaal, voor dit land. Laten we een dood breken. We zullen reizen uit hun assen. De vroegste landschappen zullen worden hersteld. De dorpen herbouwd. Laten we onze krachten verzamelen om dit alles in de schok ons land waar te maken. Laat mij, Leopold, Joris, Christian, Frederik, jullie door dit proces begeleiden. Wij zullen die Hollanders laten zien dat wij Belgen het niet zomaar opgeven. Dat we onze kracht niet verloren hebben door deze oorlog. Dat we alleen maar sterk door geworden zijn. Maar wij zijn Belgen en dit is België. En zo hebben wij de moest gewonnen en dan staan we nog. Heb je goed gedaan, mannen? Oh, dat hebben we weer goed gedaan. Ik heb iets gemist, precies. Nee, mogelijk zo. Oh, ik wil hem er wel even, hè. Is hij niet binnenkort in de grote zaal? Ja, de kwam nog in de cinema aan. Film over de thuisrevolutie. Ja, uiteraard maken wij films voor de cinema, ja. dan gaan we plinkeren, man. Dan moet dat genoeg worden. Tjoh. I felt so good when I believe you're the same. En overgaans, het doet gewoon niet. We zijn blootzakken. Fuck out! Ik zit zacht. Fuck. Waar ik normaal sta als je just voor bent. Boom, boom, boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, bang, bang. I love the way you walk. And I love the way you talk. When you walk that walk. And you talk that talk.
You knocks me out, out off my feet.